Hey, welkom terug. Dit is Dutch Dragon. We spelen nog altijd Civilization 5 met Indonesië. We pakken snel weer de volgende beurt op. En dat gaat niet zo heel snel. Eerst even nieuwe tech kiezen. Tijd dat we ook wat project weer binnen kunnen hakken. Dus misschien moeten we gewoon even wat rushen. Bijvoorbeeld deze. Dat is dan even de eerste die ik zie. Maar spoorlijn is op zich helemaal niet verkeerd. Qua project Kremlin. Op zich sowieso goed. En nou Schanstein, het kasteel. Statue of Liberty. The free social policy is ook niet verkeerd. Zien we de beste tot nu toe. Eiffel Tower, culture, happiness. Dit is maar één culture. Dit is ook één, maar dan wel happiness. En extra toerisme. Ja, voordat we daar gewoon voor gaan. Hoppatee. Next turn. Dat betekent dat we dus even niet inzetten op oorlog. Althans niet op moderne oorlog. Maar ja, dat risico nemen we dan maar even. Ja, dit is goed. Next turn. Open borders. Nee, dat gaan we nog steeds niet vinden. Hij blijft het maar proberen. Wat dat betreft moet ik hem nageven dat hij niet zomaar opgeeft. Nou, dat is natuurlijk ook niet alles. City converted. Nou wat? Oké. Katholicisme. Ik denk dat we in principe ook mosques mogen bouwen. Misschien moeten we dat ook maar gewoon aanvoeren zometeen. Eens even kijken, wat doen we hier? Barracks is finished. Castle lijkt me hier niet nodig. Observatory. Die kan wel goed uitpakken. Zo. 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 En dan wat mij betreft ook nog even zo. Even ietsjes terug, anders denkt hij gelijk dat we gaan aanvallen. Yes. Een mijntje. Perfect. Even de timer weer checken. Dat loopt. Oké, helemaal goed. Next turn. Oh, kanon. Zeker erbij halen. Als we hem hebben, moeten we hem ook gebruiken. En dan wel next. Es wäre in eurem Interesse. Spices voor een klein beetje geld. Nee, dat schiet niet echt op, sorry. Back. Wel fijn dat we ze ergens aan kunnen bieden trouwens. Wie wil ze dan? Ja, trouwens, met jou gaan we ze oorlog voeren. Ze heeft überhaupt geen zin. Portugal. Die heeft ze niet nodig. Wel een nieuwe defensive pact. Decoration of friendship. Hebben we nog? Oké. Okay. Oh, ja, had sowieso al geen geld. Brazilië misschien. Hola. Spices for truffles. Perfect. Oké. Okay. Goodbye. Alert. Die is ook klaar. Mooi. Dan kunnen we wat mij betreft hier wel een beetje uitbreiden. Een paar boerderijtjes. Jij mag door naar je boven. Het gaat nog wel even duren. Zo, 5. Jij ook. Hoppatee. Zo. Laat me even staan. Deze ook. Next turn. Yep, daar gaan we. Oorlog met Japan. Het wordt weer eens tijd. We verliezen een trade route. Misschien wel twee zelfs. Ja, twee. Dat is jammer. Wow, wat is dit? Gelijk klop. Ah, die zijn van mij. Oké, okay, dan staat niks aan de hand. Kan ik? Nee, dat kan ik niet. Ik kan op hem schieten, denk ik. Waarschijnlijk nog al die oude zooi aan het repareren. Chop chop. Hoppatee. En shoot at the city. Ja, doet nog redelijk wat damage. Het is natuurlijk ook maar een klein beginnersstadje, maar toch. Surabaya. Amphitheater. En next. Ja, dat is niet tegen mij, dat is mooi. We zijn zo dat we unit vrij houden om de stad daadwerkelijk in te nemen, want die zit er nu nog niet. Wel meteen, ja. Puntje van aandacht. Chop.
Dat was de Japanse scout. Farm hier. Jij mag doorlopen. Ja, maakt niet zoveel uit welke kant je op gaat. Doe maar zo. Shoot. Ja, jij haalt dit wel. Want als jij hier naartoe mag. En jij zo. Shoot. Ja, die kan geen kant op. Laat hem dan maar even staan. Nieuwe settler. Ja, hier kan je blijkbaar niet echt heen. Hier zo te zien nog wel ruimte. Kan jij mooi even checken. Als jij dan eens een beetje die kant ook oploopt. Benieuwd wat daar dan nog zit. Dit gaat Japan nooit winnen, maar we moeten natuurlijk wel zorgen dat we die stad innemen en niet iemand anders. Hoewel we daar ook niet te gretig mee moeten zijn natuurlijk. Als we die bijvoorbeeld innemen vind ik het ook prima. Hij lijkt nu op twee dingen tegelijk te wedden. Nu weer een beetje gewaagd, maar goed. Aan de andere kant wie niet waagt, die wint ook niet. Shoot. 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 Next turn. Oh, die kan heel weinig bewegen. Eén deeltje per keer blijkbaar. Dat doet zeer. Oh. Eerst maar even uitschakelen. Trebuchet erbij. Wel ja. Staat die heuvel. Dus die kunnen we ook kapot schieten eventueel. Denk ik, hoop ik. Al misschien? Yes, oké. Nog is de vloot bijna. Waar schiet hij eigenlijk de stad? Lijkt me toch veel zinvoller, maar goed. Zijn keuze natuurlijk. Cotton heeft niks om terug te geven. Trades. Propose. Thank you. Oh, monopion thavma. Except, dat heeft blijkbaar contact gelegd met iedereen. Nieuwe tech. Banking of machinery. Ik denk dat banking dan de betere optie is. Ja, zeker. Oké, okay, thank you. Veel nieuws, oké. Okay. Heb je nou een weg aangelegd? Ja. Dan legt hij wat mij betreft ook maar aan van hier naar uiteindelijk. Ja, trouwens. Wacht dan maar even mee. Eerst wat dingetjes aan. Zo. Ja, verder kan niet. Oh, unhappiness. Nee, helemaal niet. Unhappiness bij hem dan waarschijnlijk. Chop chop. Ja, ik had graag gezien dat hij wat verder kan, maar dat gaat niet lukken. Blijf dan maar even staan. Hebben we nog meer spies? Nee. Jij bent klaar. Op naar de volgende. Next turn. No way. 7 is goed. Gaat er weer eentje. En nou, het is definitief, denk ik. Het zou wel dat we die stad niet in mogen nemen. Nu gaat het heel hard. Ik denk dat het bijna gedaan is. Laat mijn unit daar niet om het af te maken. Jammer. Dat is prima. Oké. Okay. We zijn nu maar zet, maar volgens mij kunnen we niet innemen. Landfall. Die is klaar. Daar maar een boerderijtje. Dit kan wel. Kan gunst, dit is allemaal range.
Zit u misschien toch nog wel goed? Ik ga daar even niet op schieten. Volgens mij kan niemand hem meenemen nu. Behalve hij misschien. Daar kunnen we dan in principe voor gaan liggen. Is het olifantje al geclaimd? Ja. Pillage dan. Nou, laat hem even liggen. Deze ook. Oh, je hebt een upgrade. Zo. Production. Wat mij betreft een harbor. Next turn. Is dat minus? Nee. Mooi. Ziet er uit dat hij hem niet gaat innemen. In mijn paden voor jouw cash. Ja, prima. Thank you. En met jullie een Defensive Alliance. Ik heb volgens mij met iedereen is een beetje een Defensive Alliance, dus gunstig. Wat hij doet, loopt hij er dwars doorheen? Nee. Charge die kant op. Mooi. Ja, blijf maar schieten. Meer kan je toch niet doen. Oh, niet alles slopen. Even met de pointy sticks staan we. Oeh, die staan we zo goed als onderaan. Terwijl ik eigenlijk vind dat we een redelijk legertje hebben. Safe attack. Oké, okay, daar gaat hij. Create puppet. Zo. Zo. En zo. Village. Dorpje. Kijk wat hier nog meer zit. Aan land. Yep. Blijf daar maar even staan. Choose production. Shrine. Next. Jij mag ongeveer hier aansluiten. En dan weer next. Het is mooi dat deze valt, dat we die in kunnen nemen. Heb je deze trouwens steeds goed? Oh jee, dit is heel pijnlijk. Duur ben ik bang. Ik hoop dat hij het een beetje overleeft. Lijkt er wel op. Hij heeft hem al gepillaged. Maar goed. Hij kan wel helpen, denk ik. Chop, mooi. Bucharest looks elsewhere. Dat moet je zelf weten. Oh, er zit nog een stad. Shoot, kan er niet. Eentje dichterbij. Even healen. Oh, krijgen we er een worker bij. Mooi. Nou, moet je hier gelijk gaan fixen. Check. Die daarheen. Deze haalt dat niet. Shoot. Nou, dat gaat in ieder geval wel wat pijn doen. Dichterbij. Jij bent klaar, boerderijtje. Next. Oh, jij ook nog. Zo dan. Next turn. Dus als de rest van hem ook een beetje gaat aansluiten. Cotton is prima. Losing grasp. Ja. Zo be het. Genoa. Wat zit hier nou nog iets? Echt symbols? Ja. Oh, dit is gewoon mijn eigen continent weer. Dat is helemaal niet zo bijzonder. Toch een beetje deze kant op dan misschien. Kijken waar we dan zo ongeveer uitkomen. Beetje hier zo wat mij betreft. Oké. Okay. Doorschuiven of gewoon schieten. Er is nog geen kill, maar komt wel in de buurt. Yo. Te ver weg. Dat is de timer. Betekent dat we langzaam gaan afronden. Kyoto wordt wel ingezet, maar ja, lijkt me nog een beetje zinloos op dit moment. We komen er nog niet echt doorheen. Want uiteindelijk zal hij toch met zijn units gaan helpen. Het is in ieder geval nog geen doelwit van de aanvallen. Dat is op zich al gunstig. Red
fort completed. Okay. Zo. Nog een musketman. Ja, stuur hem ook weer deze kant op. Ik weet anders ook niet waar je naartoe moet. Zo. En dan is dit wat mij betreft het moment waarop we gaan afronden. Shoot. Nee. Oh, nog steeds niet. Zo dan. Jij hoeft niks te doen. Jij kan wel schieten nu. Jij dus ook. En jij dan niet. Nee, dat zijn dan zo. Goed, we gaan hem hier afronden. Ik bedank je opnieuw voor het kijken. Zie je heel graag de volgende keer terug in Civilization 5 met Indonesië in de strijd tegen Japan. Heel graag, tot dan!